Yo mensen van Wink, mijn naam is Mick en welkom dat je kijkt. Welkom dat je kijkt, echt serieus dat ik dat zeg. Nee, maar leuk dat je kijkt naar deze video. Doe natuurlijk even lekker je duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. Ik ben hier samen, Games for Real. Yo! Yo, hey! Je kan hem ook zien. Hoe geweldig is het? Abonneer ook gewoon lekker op hem. Zijn link staat in de beschrijving. Je heet ook wel Dylan, toch? Ja. Yeah. We gaan gewoon beginnen. Wat gaan we doen? Dat is de vraag natuurlijk. Ik en Dylan spelen allebei op PC. Ik kan eigenlijk alleen met iemand die ook op PC speelt. Want als ik dit ga doen met iemand op PlayStation, wordt het heel oneerlijk. Als wij zeg maar editen, dan gaat het meteen. We hoeven hem niet in te houden of zo. Snap je? Gelijk bam! En dan heb je het. En bij PlayStation of Xbox moet je even een rondje inhouden, volgens mij. En dan pas gaat hij editen. Dus ik kan het eigenlijk alleen. Mensen van PC doen. We gaan vandaag een edit battle houden. En we hebben hier een mooie arenaatje. Ja, zeker. En kijk, als Dylan nou even heel lief daar staat. Gewoon daar. En kijk. Oh. En dan is hij zeg maar af. Dan is hij gevallen. Kijk, hij wil mij nu ook naar beneden. Dat gaan we niet doen. Hier doe je dat. Als je dus naar beneden valt, dan heb je dus verloren die ronde. En dan heeft de tegenstander 1 punt. Of ik heb 1 punt. Of Dylan heeft 1 punt. En dan staan we bijvoorbeeld 1-0. Ik denk, we hebben 34 minuten. Dus we hebben letterlijk alle tijd. Gaan we tot de 5? Ja, 5 is goed. Of gaan we tot de 5? Of ja, laten we zeggen, in eerste instantie gaan we tot de 3. Maar ik denk dat het niet zo snel. Ja, ik weet niet. Misschien gaat het heel snel, misschien niet. Laten we gewoon tot de 5 gaan. Fuck it. Als het veel te slow is, dan maken we de arena iets kleiner. Zal ik aftellen? Ja, is goed. Oké. Okay. 3, 2. Hey, kijk mijn nieuwe emote, hè? Flex ja, even hier. Ja, hey. Kom dan. 3, 2, 1, ik kom. Oké. Ik ga. We hebben net al een beetje geoefend. En toen duurde het best lang. Maar nu is het voor het echt hier, hè? Ik ga gewoon een beetje wat randoms editen. Kijk, hij gaat het al doen. Ik zag niet dat je bij me kon komen. Oh nee! Weet het? Oh! Ik spring letterlijk. Oké, ja, ik gun je even een punt. Ja, ik gun je. Nou, 1-0 voor jou. Laten we tot de 5 doen. Oké, ronde 2. Deze zagen jullie niet. Oké, 3, 2, 1, go. Oké. Kijk, ik kan niet schieten, dus je moet eigenlijk eerst naar elkaar toe lopen. Maar het kutte is, als hij aan het editen is, kan ik natuurlijk niet meer editen. Of nee, dan zit je dat dezelfde. Dan zit je te slaan. Oh, kijk, ja, dat is. Had ik het al. Oh mijn god. Ho! Oh, dat ding viel. Oh, je zegt het snel. Ik zit hem zelf klem of niet? Zit ik. Oh. Oh, ja, dat. Zo kan ik deze niet editen, oké. Dit kost echt meer concentratie dan gewoon normale fights. Ja, klopt. Oh, je trept mij in, hè. Ik voel me al. Gewoon deze kant, joh. Oh, nee. Nee, fuck off. Je moest daar blijven. Ik ga jou gewoon intreppen hier. Nee, dat ga je niet. Kijk. Oh, ik was bijna rond bij jou, hè. Ik ga gewoon weg. Doei. Yo. Zo, ik sprong er net overheen. Ik zit in die muur, hè. Ik zit daar vast. Oh my god! Oh! Ik drukte te laat op G. Ja, oh mijn god! Oké, die was GG, die was echt nice. Lekker ouwe. Oh shit. We hebben echt alles kapot geëdit hier. Ik ga deze keer gewoon jou wat meer de kans geven. Ja, gaan we het zo doen. Ik zit. Oké. Ja, ik kom er al gewoon aan. Is goed, kom dan. Hij blijft ook gewoon staan. Je hebt hem al op geëdit staan, daarom zit je te dansen of niet? Ah, nee. Zo, dat gaat snel. Speed zit erin. Hij wil me vastmaken, hè? Shit. Nee! Ik zat te slaan. Doei! Oh! Close! Oh mijn god. Ja, als je 3 van die vakjes weg edit... Ja. Dan maak je het gelijk echt heel moeilijk. Hop, dan hebben we het hele middenstuk weg geëdit. Ja, Mick. Hoe nee? Oh! Dit gebeurde ook bij mij in ronde 1. Ja, dat is ook leuk. Ja, dankjewel. Je moet nog 3 punten en ik nog 4. Oké, we gaan weer in ons hoekje staan. 3, 2, 1, go! Kijk hem dan. Ja, ik ga ook gewoon dansen hoor. Even. Oh, is goed. Hé, kom op dan. Nee! Ja! Oh, ik heb hem bijna teruggeëdit. Ik heb al 3 battles gedaan en nooit zo erg achter gestaan. Dit is niet goed. Oké, 3, 2, 1, go! Hij gaat ook de hele tijd dansen. Man, naar mannetje ben je. Ik ben niet bang voor je. Kom op dan. Gewoon even toekijken. Oh, wat? Oké. Ik snap je plan. Oh mijn god, zo kunnen we niet eens bij elkaar komen volgens mij, of wel? Nee, klopt. Oh, nee! Nee, je hebt naar, ventje! God!
Ik wil jou het even wat makkelijker maken. Oh, mijn god. Nee, ik ga gewoon even beast mode. Ik ben de hele tijd een beetje... Oké, is goed. Okay. Ja, ik ben de hele tijd een beetje aan het laag doen, zodat ik een dikke comeback kan maken voor de titel. Oh, ja. Ah, hey. Ik snap hem al, ja. Ja, oké. Okay. 3, 2, 1, go. Let's go. Okay. Ik onderuit liggen. Ja, kijk. Ja, dat is gewoon mijn plan. Kijk, dan ga je zo... Dit is zeg maar net zoals geen skin gebruiken, snap je? Word ik in één keer gerekt. Laat jij gewoon alles editen, ik ga gewoon springen. Boop. Jezus. Boop. Nee, oké, ja, ja. Mick, ik gun het je gewoon even. Het is al de tweede keer dat je dat zegt en twee keer heb ik gewonnen. Fuck sake. Oké, 3, 2, 1, go! Andere kant weer op, verschijnbeweging. Oké. Oep, toch weer die kant op. Oké. Even arenetje kleiner maken. Oeh, nou moet ik uitkijken. Deze kant weer op. Ik kan het ook weer terug editen. Haha! Oh shit. Ja. Deze man. Hij had gewoon. Hij edit al. Ja. Ja, en dan kun je niet editen. Nee, dat is zo kut, hè. Wat ga je nu doen? Dit? Oeh. Shit, nou moet ik even uitkijken. Ik denk dat ik toch maar weer dit ga doen. Het zit toch vast aan die muren, dus ja, ik kan je niet helemaal wegkrijgen. Oh god. Oh god, dit is eng. We maken die sprong gewoon groot hier tussen. Nee! Ik was aan het slaan. Ik weet wat je wilde doen. Ik weet wat je wilde doen. Je wilde mij weg editen, for fuck's sake. Oeh. Je edit het de hele tijd terug, hè? Ja, dat is mijn nieuwe tactiek. Oh, zo dichtbij! Nee! Weet je wat je gewoon moet doen? Ik moet gewoon in hetzelfde edit-ding gaan, zodat jij die shit niet kan editen. Ik moet er gewoon blijven staan. Kijk, als ik deze pak, hier. Oeh, oh, ik schrok me dood. Er viel iets. Oh my god, het is gewoon één gatenkaas hier. Het wordt dadelijk meer dat je goed moet kunnen springen. Oh shit. Ik ga hierheen. Oh mijn god, wat is dit lange battle. Oh. Another one. Ik wil kijken als ik niet achteruit in een gat loop. Oh. Kerel, dit is echt de langste battle die je ooit hebt gedaan. Oh shit. Kijk hoe ver ik moet helemaal hier omlopen. Jezus. Oh, de editor die ook even weg. Hey. Oh mijn god. Kerel, straks kan niet kaart toe. Oh mijn god. Jezus. Kijk hem, wat probeer je? Dat weet ik niet, ik zit hier vast, gast. Nee. Echt te traaien. Oef, ik word er net op springen, gast. Hetzelfde. Oh shit. Waarom nee, ga... ja, ik kan het. Oh, ja, ik kan het niet losmaken. Nee. Nee, shit. Ik kan het niet editen als jij erop zit. Oh, oh, schijnbeweging. Nee, nee. Nee! Ja, oh. Oh, die trap! Ja. Oh, ik dacht dat ik mezelf zevende, nee! Nou, GG, je hebt gewonnen! Hey! Ja jongens, ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Check natuurlijk ook Dylan's kanaal Games for Real in de beschrijving hier beneden. En ja, doe je duimpje omhoog voor hoe goed ik ben en hoe goed Dylan is. En yeah, let's go! En abonneer natuurlijk ook even, yeah! Let's go, yeah! En dan zeg ik zoals altijd, mix out! Later!